Schutelzee is gelegen tussen de Schravendijkwal, een dijklichaam, en de Koolhaven. We bevinden ons nu op het parkeergaragedak van Schutelzee, het retentiedak. Dat loopt door onder alle gebouwen die je hier om je heen ziet. Dus het is een heel groot vlak, totaal 5000 vierkante meter. Het is op straatniveau en publiek toegankelijk. Het idee van het retentiedak is dat je water kan bufferen, regenwater. En dat water kunnen we gedoseerd terugleveren aan het gemeenterail. En we kunnen het ook gebruiken om de plantjes die we hier op het dek hebben te voorzien van water. We staan nu al op het waterretentiedak. We zijn het hier aan het opbouwen, zeg maar. In het heel korte opbouw. Je hebt een betondak, daar komt een wortelwerende folie overheen. Daar komt een beschermend viltdoek overheen. Daar gaan wij de retentielaag op doen, de krattenlaag. En daar gaan wij dus weer doek overheen leggen en daar bouwen wij het traditionele dak weer in op. Dus je moet zien, een waterretentiedak is eigenlijk een loze ruimte in het opbouw van het dak. En over heel die 5000 vierkante meter kratten die er ligt, kunnen wij 7,5 centimeter water bufferen. Ja, dat is 1 25 meter bad wel vol. Je zit gewoon in een stedelijk gebied. Dat is eigenlijk best wel veel steenmassa en beton. En we gaan toch wel een heel stukje groen aanbrengen. En dat we dan het water kunnen hergebruiken daarvoor om de planten ook weer die leefomgeving te geven. En dat vind ik het mooiste van heel het dak. Wij zijn nou eenmaal als soort ontwikkeld in een groene omgeving. En daar voelen wij ons prettig. En daarom vind ik het wel belangrijk dat we ook omgevingen maken die aansluiten bij wat wij van nature prettig vinden. We hebben heel veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding, aan te zorgen dat er een goede bodem is, dat er water is. Zo dadelijk komen er ook de planten. Die gaan zich ontwikkelen, die hebben even tijd nodig. We hebben een wat zwaardere mate gekozen, dat je meteen een goed beeld hebt. Maar de natuur heeft ook een beetje tijd nodig om zich te settelen. Een van de planessenties vanaf het allerprilste begin van dit project is het toepassen van groen in het project. En groen moet groen blijven en daarvoor hebben we ook water nodig. Ja, in de zoektocht naar een oplossing voor deze problematiek moesten we buiten de gebaande paden gaan treden. Daarvoor hebben we ook de markt uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen. In de steden wordt het steeds warmer. De hittestress neemt toe. Het kan zelfs tot een aantal graden warmer zijn dan in het buitengebied. En in dat opzicht is het ook belangrijk om groen toe te passen. Want groen helpt om de temperatuur meer onder controle te houden. En die vergroening die is weer goed voor de biodiversiteit. En sinds vorig jaar hebben wij een uitvoeringsagenda voor biodiversiteit. Waarin staat dat projecten zoals dit, waar je dan extra inzet op vergroening. Ja, je gaat letten op de kwaliteit van het groen. Want dat hebben we echt heel hard nodig in Rotterdam. We hebben in Rotterdam een dakenprogramma en wat we eigenlijk in het dakenprogramma willen is dat ieder dak gebruikt wordt. Dus we hebben 18,5 vierkante kilometer aan plat dak waar nog niks mee gebeurt. En hier zie je dat deze 15 daken ook een invulling krijgen. Rotterdam is een drukke stad, dicht bevolkt en op die daken heb je juist ruimte om nog functies toe te voegen. Dus een dakterras voor bewoners of vergroening, maar ook waterberging is een hele belangrijke. Mensen kunnen zelf ook aan de slag met een groen dak. Het beste is dat om dat te doen als het dak vervangen moet worden. En een groen dak kan je dan aanleggen en dan kan je subsidie krijgen bij ons, bij de gemeente. Nee, groen is gewoon voor de meeste mensen, dat is een oase, een plek waar je je fijn voelt. En daaraan bij te kunnen dragen en te zorgen dat alle omstandigheden zo goed zijn dat dat door de jaren heen ook zich nog zelfs verder ontwikkelt. Ja, dat vind ik heel erg gaaf.